Besloten ruimtes, dat is qua naar veiligheid toe heel belangrijk voor onze mensen, dat ze die goed betreden. Ze zijn allemaal uitgerust met detectieapparatuur om de gevaarlijke gassen voorafgaand te meten. En die geeft dan aan hoeveel zuurstof er eigenlijk nog aanwezig is in de put. Dus als het veilig is, en dan dalen wij af. We hebben ook zo'n een soort van driepikkel en een harnas waar we moeten afdalen. En hebben we ook altijd de detectietoestellen hebben we ook altijd aan ons hangen. En als we dan bijvoorbeeld, ofwel moeten we de nieuwe riolering aanstorten op de oude riolering eigenlijk. Dus zijn we altijd met 2 of 3 man wat ermee mee bezig zijn. Als er iets beneden gebeurt, staat er altijd nog iemand boven die kan om hulp roepen. Ook nooit niet zelf naar beneden gaan, tweede man, want als er ook bij valt, ja, dan zijn er met 2 en kan er niemand te helpen. We zijn altijd veilig aan het werk, we hebben ons harnas altijd aan, we zijn altijd met de kabel verbonden. Met zo'n takel. Dus als er iets gebeurt, kunnen ze ons altijd optakelen. Dus dat risico is heel goed opgevangen.